Over verwarde mannen gesproken. Nee, maar goed, ik vertrouw het gewoon niet. En ik merkte ook, ik werd een beetje zagrijnig. Dat ik ook, hij staat wel op mijn stoep de hele tijd, weet je wel. Hij staat precies op mijn stoep, terwijl het is mijn stoep niet. De stoep is van ons allemaal, iedereen is van de stoep en de stoep is van iedereen. Maar ik was ineens, ik had een soort stoepnijd ineens. Ik was helemaal bezig met die auto en die stoep. En ja, gewoon omdat ik het niet vertrouwde en niet in kon schatten. Ik dacht, wat voor mensen rijden er eigenlijk in donkerblauwe Renault Megane's met cabrio-dakjes? Ik probeerde daar een beeld bij te maken, maar ik heb geen idee. Als je dan bij de politie zou werken, zou ik er misschien een beetje... die kunnen dat inschatten. Die hebben altijd van die... bij de politie hebben ze twee dingen nodig. Een auto en een huidskleur. Daar schijnen ze verder alles uit af te kunnen leiden. Dat heb ik niet bedacht, hè? Dat gebeurt gewoon. Het is niet fraai. Etnisch profileren. Nou, Typhoon is het bekendste voorbeeld. Want Typhoon had niks gedaan. Typhoon had gewoon een nieuwe auto gekocht. Een Mitsubishi Outlander hybride. Dat weet ik nog. Dat ik nog dacht, is dat ook populair onder gangsters tegenwoordig? Hybride? Nou ja, op zich goed dat de sector verduurzaamt. Hè? Dat is, Er wordt al iets te veel lood gebruikt in die kringen, maar verder lekker bezig. Nee, maar goed, maar Typhoon had toevallig ook zo'n auto gekocht. En die werd meteen aangehouden. Want zo werkt het. Er zit gewoon een agent in de bosjes. Die kijkt wie er allemaal voorbij komt rijden. En dan is het heel simpel. Donkere jongen, dikke auto, verdacht. Andersom is er niks aan de hand. Dikke jongen, donkere auto is geen enkel probleem. Dat is gewoon een makelaar, maar Typhoon. Ja, lekker hè met de huizenmarkt. Maar Typhoon werd aangehouden. Nou ja, en toen kwam er gelukkig een discussie geweest. Hè. Dus ze zijn bij de politie nu bezig met veranderingen en nieuw beleid. En het enige waar ik nog wel een beetje mee ben blijven zitten... ze gaan nu dat etnisch profileren aanpakken. Terwijl ik denk, ja, ik vraag me ook een beetje af... of dit überhaupt de beste manier is om boeven te vangen. Bij een stoplicht gaan zitten wachten tot ze vanzelf een keer voorbij komen rijden. Ik vind het vrij passief. Toch? Ik hoop wel dat ze normaal gesproken echt op zoek gaan naar mensen. Ik hoop niet dat als je wordt beroofd dat je bij het politiebureau komt van... ja, vervelend, we hebben niemand voorbij zien komen. Of dat ze alleen even door de bak bladeren van wat er deze week... weet je, van, we hebben van de week alleen een Marokkaan in een Mercedes aangehouden. Maar ja, dat bleek de burgemeester van Rotterdam te zijn, dus ja... Ik merkte dus gewoon dat ik met die auto bezig was... omdat ik het gewoon niet vertrouwde en niet in kon schatten. En uiteindelijk stond ik dus gewoon midden op de dag... in mijn eigen huis door de gordijntjes naar buiten te gluren. Zo ver ging het. Ik stond gewoon echt in me als een soort oud buurmannetje... een beetje zo naar buiten, een soort knor, een soort Bert van Sesamstraat. Zo voelde het een beetje. Een beetje een zeikertje, een beetje... Ik ging ook zo praten tegen mijn vrouw van... nou, hij staat er weer, hoor, met zijn cabrio-dakje. Mijn vrouw gelukkig met de enige juiste reactie. Oh ja, joh! Niet eens het leukste thuis. Ik heb uiteindelijk zover me laten opnaaien. Ik heb uiteindelijk dus een briefje onder zijn ruitenwisser gedaan. Ik ben er niet trots op, maar ik heb uiteindelijk een briefje. Echt zo'n zijbriefje. Echt zo'n passief-agressief, quasi-vriendelijk... zo'n juf Anke briefje, zal ik maar zeggen. Echt zou u zo vriendelijk willen zijn uw auto voortaan ergens neer te zetten... waar we er geen last van hebben en niet voortdurend omheen hoeven te lopen? Met vriendelijke groet, een buurtbewoner. En dat heb ik zo onder zijn ruitenwisser gedaan zo, en toen heel snel zo weer terug naar binnen. Weet je? En ik dacht, wat is dit? Waar komt dit nou vandaan, man? Is dit nou door al het nepnieuws en de spanning in de wereld? Heb ik me zo ver laten opnaaien en onzeker laten maken dat ik gewoon chagrijnig van word? Is dit nou wat er gebeurt?